dan vandaag gaan we zien het wel. Veel geluk. Man, en ik ben terug gelijk als vroeger. Ik zei Robocop. Meneer, u beseft de situatie niet. U hebt een ernstige schade. Wat moet ik doen? Kiki. Jij leeft nog. Ze heeft hier wel een chance dat jij het geleefd. Mijn vader heeft dat gemokt. Laat me dan een keer maar racen. Leg een keer racen. Ja. Dan gaan we weer een keer racen. Op een gas, makker! Gas! En zie, die Charlie. Terug maar dat er niks overkomt. We zijn niet in staat om te racen. Veel te gevaarlijk. Hij staat niet altijd. Nee, misschien ook eens aan Charlie. Heeft hij nog niet genoeg verloren? Nikkie, je hebt één kans. Ik denk dat kom! Het is fucking licht naar. Wil je echt racen? Wel, deze is het. Je speelt met het leven van mijn kind, omdat je zelf te zielig bent om nog iets van je eigen leven te maken. Kom op, Charlie, volg ons! Is de kruisig maar op het plek. Harder werken. Je moet de limiet opzoeken. Charlie! Charlie! Rookie is een Vlaamse film, de eerste film van Lieve van Balen, waarin je het leven volgt van Nicky de Wolf, een motorreiser, specifiek een straatreiser. En eigenlijk moet leren omgaan met het feit dat zijn droom nooit meer mag uitoefenen, dat hij nooit meer op de motor mag kruipen. Door. Loop. Rookie is een film over een motorrijder die op een gegeven moment moet kiezen tussen zijn liefde voor de motorsport of zijn familie. Nicky is ook koppig, denk ik, en het is wel een vechter. Bewijs niet dat je vecht. Mijn dilemma is eigenlijk, ga ik mijn zoon laten doen wat hij wil doen? Maar niet omdat je tegen 200 die of speel ik de moeder en ben ik ongerust? Ik heb mijn eigen leven. En Nicky, hè. Nicky die is trots op mij, die gelooft in mij. Lief van Balen, ja, fantastisch. Hij is een lange tijd een regisseur waarvan ik vind dat hij onwaarschijnlijk hard lijkt op mijn, op mij. Of op mijn smaak, of op mijn goesting. Wij spreken echt wel dezelfde taal. Ze zijn waarschijnlijk goed in beeld. Ze zijn een cameraman ook. Hij heeft ook nog licht gedaan, dus hij weet van alle departementen kent hij iets. En dat voelt je dat hem. Hij is een beetje een all-rounder. Dus Lieve is onwaarschijnlijk. En ik vind het ook echt goed geschreven. En wat ook heel fijn is aan Lieve, die staat echt wel open voor alles. En die luistert en die weet dat samen dat je altijd een betere film maakt. Rookie is een nieuwe Vlaams film van Lieve van Balen, waar ik de hoofdrol in speel, samen met Veerle Bates en Valentijn Braakman, over een motorreiser of een straatreiser, iets specifieker, en die op een gegeven moment een accident doet, in het begin van de film, die wakker wordt en die te horen krijgt van de dokters dat hem eigenlijk nooit meer op de motor mag rijden. En de film volgt het leven daarna, hoe daarmee om te gaan. Het is een rauwe film, denk ik, het is een donkere film, maar het is wel ook een breed film door de motorwereld die dat erin zit. En het is wel een mooi... Je krijgt tijd in deze film om niemand zijn kop te kijken. Dat vind ik zo fijn. Het gaat niet snel. Er gebeurt ongelooflijk waarschijnlijk veel. Maar details, het zijn details van iemand die even naar links en naar rechts gaat en valt. Maar het zijn geen grootse plot twisten of zo. Dat heeft me overtuigd natuurlijk die rol, want daar moet je altijd affiniteit mee hebben. Maar ook wel de ervaring en de visie van Lieve. Lieve is los van het feit dat hij al jaren pub doet en heel specifiek al veel met auto's en motorrijden is bezig geweest, is hij ook echt een motard en heeft hem zelf veel motor en kent hij dat circuit heel goed. En dan is hij ook een halve rockabilly, vind ik. Lieven is een ruige, stoere kerel, ademt zelfs motels, vind ik. En dus iedere scène die je doet, dus heeft hij altijd het juiste oog om... niks is fake of niks is... We zijn hier ook nu vandaag in Chimay en we draaien tussen de echte motocrossers. De races die je gaat zien zijn de echte races dat een stuntman rijdt met mijn motorpak. Dus niks is opgezet.
En ik vind dat zo leuk om iemand tegen te komen. Je voelt iemand die een eerste keer een film maakt, die is bezeten, hè, die heeft een passie en daar zit heel veel vuur in. En dat in combinatie met de cameraman, met de DOP, Glien, dat is fantastisch eigenlijk. Ja, er wordt snel gefilmd, er wordt doorgewerkt, er wordt een beetje onorthodox gefilmd. Zo. Ook de stijl die ze hanteren is veel in de hand. Het is nooit echt nooit dolly's platen. Het is een hele rauwe, pure film. En wel, tot dan is ik van alle sporten die ik in mijn leven tot nu toe al heb gedaan, van snowboarden tot surfen tot motorrijden, ben ik nooit iemand die de snelheid gaat opzoeken. Ik hou van wat te cruisen, van smooth dingen te doen. Als ik ga snowboarden, dan spring ik liever in plaats dan snel die pisten af te gaan. En motorrijden is exact hetzelfde. Ik trek wel eens graag op. Maar ik rij veel liever op een baantje tussen de weilanden in plaats van op de straten. 220, dat zegt me echt niks. Ik zoek de risico's niet op. Maar wat ik wel interessant vond aan dit verhaal, is dat het daar net over gaat. Het is een film over iemand die verslaafd is aan die tunnelvisie. Want ik kan u verzekeren, als je 220 rijdt, 230 of een smal straatje van amper 3 meter breed, dat is je ziet één puntje waar je naartoe rijdt, voor de rest ziet je niks. Dat is een blinde vlek waar je naartoe rijdt. De verslaving die je hebt om dat moment op te zoeken en alles te vergeten en alleen maar voor dat moment te leven, dat is iets ik kan me bijna niet geloven dat je daar verslaafd aan zou geraken. Wat drijft iemand? En wat blijkt dan dat hij eigenlijk ook in deze film die geeft ook niemand, niet veel. Hij heeft eigenlijk geen echte familie, heeft geen vader, heeft geen moeder. Daar wordt wel iets van gezegd, maar je komt daar niet veel van te weten. Hij is eigenlijk eenzaam. Hij had zijn broer en die is 10 jaar geleden ook gestorven. Dus wie heeft hem? Zijn motto? Zijn motto is eigenlijk zijn vrouw, zijn lief, zijn moeder, zijn vader en dat circuit waar hij leeft in zijn caravan en hij leeft van circuit naar circuit. Dus hij is een beetje onthecht aan de wereld en dat zo, de toewijding naar één ding is wel fantastisch om te spelen of om te ontdekken. Dit gaat wel, denk ik, een sexy film zijn. Zo die motto wereld, zo die snelheid die dat daarin zit, die tarmac, die mensen met honderden tattoos, met gegroefde gezichten, met allemaal een sigaar in de mond, met veel kettingen, met moersleutels rond de handen, bouten rond de vingers. Ik heb er in totaal 14 of zo. Ik heb er hier nog, maar die heb ik nu niet opgezet. En één een echte. Goed, hè? Hier met een nummer, hè? En hier een bougie.